Een wasbeer in de tuin. Binnenkort zou het zomaar kunnen gebeuren. De beesten komen namelijk massaal naar Nederland. In Duitsland wonen honderdduizenden van de diertjes. En volgens biologen komen ze binnenkort de grens over om zich ook in ons land te vestigen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we de wasberen niet kunnen tegenhouden. In Duitsland zijn er al zoveel wasberen. Ik heb zelf al heel veel wasberen kunnen filmen in de Ardennen, in België. Dus daar zitten ze ook al. En ik denk persoonlijk niet dat het zin heeft om elke wasbeer te gaan proberen te vangen. Gewoon omdat het er toch al redelijk veel zijn. Ik denk dat het onmogelijk is. Natuurlijk, als wasberen ergens langzaamaan beginnen binnenkomen, is het nooit slecht om die populatie wat in te dijken. Maar om nu een klopjacht te gaan houden op alle wasberen, ik denk dat dat zinloos is. In Nederland is er eentje gevangen door een waterschap, die is hier naartoe gebracht. Hoe gaat het met dat diertje? Met die wasbeer gaat het eigenlijk heel goed. Hij zit zoals elke wasbeer die er pas binnenkomt een aantal weken in quarantaine. Dat we heel zeker zijn, voor alle zekerheid, dat er geen ziektes aan verbonden zijn. In Amerika en in Duitsland bestaan er ook heel veel verhalen van mensen die echt overlast beleven van die dieren. Prullenbakken openmaken, zelfs inbreken. Moeten we daar in Nederland ook bang voor worden? Het is een feit dat wasberen enorm intelligente dieren zijn en die hebben heel snel door waar het lekker warm is, waar lekker eten te vinden is. Dat eten is vaak te vinden in vuilnisbakken, dat lekker warm is vaak te vinden op zolders bij mensen thuis. En het zou kunnen zijn dat er hier en daar wel mensen een wasbeer op bezoek gaan hebben, maar ja, dat is een beetje afwachten.